Dit is een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl. Identity Games en wij zijn sinds 2001 de licentiehouder van Monopoly. Dat kennen jullie nog uit het normale spel Monopoly, wereldberoemd. Steden zoals Londen, New York, Sydney, heeft allemaal een eigen editie. En wij zijn een aantal maanden geleden zijn we benaderd door Chris van de Plus. Voor heel wat zijn de mogelijkheden om nou zo'n editie te maken voor Nieuwegein? Wij vonden het fantastisch om dit te mogen doen in Nieuwegein, in ons Nieuwegein. Waar echt heel veel moois is, waar we eigenlijk gebouwd zijn rond twee dorpskernen. En waar heel veel mooie dingen, welke straat zij op het spel zouden willen hebben. Dus ik denk dat het heel erg leuk is. En ik denk, Johan, aan jou de eerste opzet van het spel. Oh. Mag hem natuurlijk uitpakken. Ja, natuurlijk, hè? Natuurlijk. Dat hoort bij cadeau. Zien wat er. Ja, dit gaat dus echt om een dummy-exemplaar. Het spel zal vanaf half oktober op de markt verschijnen. Dus misschien komt hij er zo uit te zien. Misschien nog iets anders. Misschien als mist. Ja, even de bijkant. Misschien aan de andere kant. Ja. Dit is het idee dat jullie. Nu gaan uitontwikkelen. Ja, dat gaan we nu verder uitontwikkelen. Johan, ja, dat gaat helemaal komen. En nog eentje dan? Ja. En de bedoeling is dat we dat niet vanaf de tekentafel bedenken, maar dat we dat met de stad doen. Want dit is denk ik het vlees geworden voorbeeld van wat je met een stad kunt doen. Ik begrijp dat jullie ook met de stad gaan kijken van ja, hoe gaan deze velden gevuld worden. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat ieder bedrijf, iedere club die dat toe doet, zou moeten vechten om een plekje hier op dat spel. Ja. Om te laten zien van jongens, wij horen bij Nieuwegein. Hop ik ook iedereen op die daar leuk idee over heeft. Kom dan naar de initiatiefnemers. Ja. Nou, op de pagina, er is nu vanaf dit moment is er een Facebookpagina is er online. Dat is Monopoly Nieuwegein. Er is ook een website, dat is nieuwegeinspel.nl. En op de Facebookpagina zal binnenkort een oproep geplaatst worden aan eigenlijk iedereen hier in Nieuwegein, omgeving voor hulp. Wat vind jij dat niet mag ontbreken? Nou, daar gaan we naar kijken en aan de hand daarvan zal het bord worden gevuld. Ja. Dus uiteindelijk zal er gestemd gaan worden op de site, dus dat is nieuwegeinspel.nl. En dan zal in de komende periode zullen de straat bekendgemaakt worden. En ik begrijp dat het product klaar is als de Sinterklaas grootsteen. Ja, half oktober. Ja. Dus ze kunnen op de verlanglijsten van Sinterklaas terug. Zeker. Ja, prima. Absoluut. En daarbij, er moet wel gezegd worden dat het exclusief verkrijgbaar is bij Plus, Kist van Loon. Ja. Dus mocht iemand het spel willen kopen, dan moet dat dus daar.